Arrival Foods is een technologieontwikkelingsbedrijf en wij ontwikkelen de volgende generatie plantaardige vleesvervangers. Dus waar je vandaag de dag vooral vleesvervangers ziet in het geprocesseerde vleessegment, dus burgers, worstjes gehakt, ontwikkelen wij echt hele spierproducten. Dus de kippenborstfilet, varkenshaas, biefstuk, dat type producten ontwikkelen wij met onze nieuwe technologie. Die technologie, dat is eigenlijk een heel simpel proces. Je zou het kunnen omschrijven als een snelkookpan met een roterend deel, waarbij wij in staat zijn om plantaardige eiwitten in een bepaalde richting te leggen. En daarmee kunnen we eigenlijk de textuur, de sappigheid en de totaalbeleving van vlees eigenlijk nabootsen. Het was natuurlijk geweldig dat wij de Rabo Duurzame Innovatieprijs hebben gewonnen. En dat heeft ons ontzettend veel gebracht. Heel veel aandacht van verschillende kanten eigenlijk. Dus heel veel journalisten die ons benaderd hebben om een stuk over ons te schrijven. Investeerders die ons benaderd hebben. En nog steeds moet ik zeggen, het helpt ons nog steeds in aandachtgeneratie op dit moment. Ik zou het andere bedrijven zeker aanraden om mee te doen aan deze prijs. Het geldbedrag is natuurlijk ontzettend welkom bij alle start-up bedrijven, denk ik. Maar zeker ook alle aandacht die er daarnaast voor is ontzettend van toegevoegde waarde. Het is heel goed om je goed voor te bereiden voor de pitchmomenten bijvoorbeeld. Om de goede vragen voorbereid te hebben. En daarnaast kan het ook helpen om ook al een prototype te kunnen laten zien. Om echt te laten zien, te laten proeven wellicht. Hè, in het geval van voedsel waar wij aan werken. Om te laten zien waar je mee bezig bent en wat voor potentie het kan hebben. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabo Duurzame Innovatieprijs.